Oh, nou, ik zag hier gewoon een mooie exotische dame liggen. Ik denk, die houdt zeker van mojitootjes. Ja, dat is waar. Hey, ik heb misschien een beetje een rare vraag. Ja. Maar ik ben al een tijdje op zoek naar iemand die met mij wil bungee jumpen. Oh my god. Hey Joep, als gevierde vrijgezellen is het best hard werken soms in het leven. Ja, Thijs, heb je gelijk. Maar eerlijk is eerlijk, het is wel dankbaar werk, hè? Het is dankbaar werk, maar ja, iedereen weet dat er drie dingen in het leven o zo onvoorspelbaar zijn. En dat is het weer, dat zijn scheten en dat zijn vrouwen, omdat ze altijd veranderen. Ja, de hamvraag blijft natuurlijk, hoe kun je een vrouw nou het beste versieren? Thijs vraagt dames hoe hij het beste vrouwen kan versieren. Het advies geeft hij direct door aan Joep. Hij versiert ze met hun eigen advies. Lukt het Joep om een nummertje te scoren? Kan ik helpen met smeren misschien? Oh, nee hoor. Nee? Wat een hele slechte openingszin. Hey, maar ik heb een vraag aan jullie. Ja. Hoe kan ik nou het best een vrouw versieren? Hoe wil jij bijvoorbeeld het liefst versieren? Ik val op vrouwen, dus... Ja. Je valt op vrouwen? Ja. Zijn dus... allebei. Ja. Nou, als je op een vrouw valt, dan weet je natuurlijk helemaal hoe je als vrouw... Hoe pakken wij het aan bij vrouwen? Ik laat ze altijd naar mij toe komen. Maar mojito, daar ben ik wel... Moet je het uitje wel blij? Dus neem gewoon een ananas mee of gewoon een heel random. Ja. Een ananas? Een ananas of een mojito? Ja, het klinkt niet. Oké, hey, doei doei. Oké, dit is echt top. Ze zijn dus lesbisch, maar dat ga ik niet tegen Joep vertellen. Ik ga hem even bellen. Ananas? Ja. Lekker, een blik of echt een verse? Nee, een verse ananas, gewoon een volle bak. Oké, okay, top. Maar je maakt sowieso kans, dat is echt jouw team. En daar is Joep met zijn ananas en frisse mojito. Dag dames. Klaar om een telefoonnummertje binnen te harken. Ah, ik denk, ik kom jullie woensdagmiddag even opleuken met een lekker mojitootje en ananas. Nee, dit nou? Maar je houdt van ananas. Toevallig nou, dan krijg jij die mojito, dan heb jij een ananasje. Dankjewel. Mag ik je nummer? Ja. Ik val vrouwen. Je valt vrouwen? Ja, dit is mijn zoekje. Ik ga niet zomaar mijn nummer geven. Nee? En wat voor een advies heeft deze dame voor Thijs? Mag ik jullie eens vragen? Hoe zou jij nou het liefst versierd willen worden? Zo, dat is wel moeilijk. Als iemand iets bijvoorbeeld te eten of te drinken moet meenemen, wat zou dat dan moeten zijn, bijvoorbeeld? Een cocktail. Wat is je lievelingscocktail? Ik denk een mojito. Wanneer zou iemand je echt verrassen? Gewoon een dag, zeg maar, samen iets heel leuks doen, wat bijzonders. Noem eens iets. Ja, ik wil wel altijd wel eens bungee jump of zo, maar dat is wel heel erg. Met een mojito en een bungee jump ticket op zak doet Thijs de ultieme poging. Thanks, man. Zelfverzekerd stapt hij op de dames af. Nou, dit kan toch niet misgaan? Ik heb een mojitootje voor je. Ik dacht, die lust je vast wel. Thanks. Joep, aangenaam. Sharit. Ik kwam net ook met jongeren. Oh, nou, ik zag hier gewoon een mooie exotische dame liggen. Ik denk, die houdt zeker van een mojitootje. Ja. Dat is waar. Hey, ik heb misschien een beetje een rare vraag. Ja. Maar ik ben al een tijdje op zoek naar iemand die met mij wil bungee jumpen. Oh my god. Ja, niet vandaag. Niet vandaag? Nee. Maar je wil wel een keer met bungee jumpen. Het lijkt me namelijk vet om een keer als eerste date te gaan bungee jumpen. Dus dat is meteen de tweede vraag. Mag ik je nummer als we gaan bungee jumpen? Zo hadden wij samen de stad in moeten vliegen. Met een elastiek. Oké, heeft deze tactiek succes? Geef deze dame haar telefoonnummer. Ja of nee? Het is mensenkennis die nu ingezet. Ze kijkt nu goedkeurend naar... Ze lacht wel. Ja. Heb je gekozen, Shelley? Ik heb ja gezegd. Je hebt ja gezegd. Ze gaat het doen. Wat zie je? Nou, in eerste instantie zei zij van... Nou ja, ik zou dat op zich best willen een keer op date. En ik denk niet dat ze heel veel zin heeft om meteen 10 meter te lopen... van de pier af te springen daar. Maar misschien een tweede keer. Zou dit bij jou werken? Zo'n manier van benaderen? Nee. Nee? Zo denk ik, wat ben jij voor engert? Rick, nee. jij ziet dat toch ook wel gebeuren. Ja, ja, ze kijkt ook nu goedkeurend naar de vriendin. En ik zie er stralen. En met een mojitootje in de hand. En ze denkt, dit kan niet gebeuren. Dit kan mij niet. Nou, het zou fantastisch zijn als jullie het allebei bij het juiste eind hebben. Want dat betekent namelijk voor ons mannen dat we gewoon een vriend moeten charteren. Ja. En dit is ja. dus de manier om het te regelen. Hebben jullie gelijk? Het lijkt me namelijk vet om een keer als eerste date te gaan bungee jumpen. Dus dat is meteen de tweede vraag. Mag ik je nummer als we gaan bungee jumpen? Ja hoor. Ja?
dit jaar gaan we dat dan ook maar meteen even doen. Met twee bungee jump tickets in de pocket stapt de tweetal de pier op. Dit is wel de allerspannendste eerste date die ik ooit heb gehad. Ja, ja? Ja, die van mij ook. Ja, die kunnen we ons in ieder geval al niet meer afpakken. Ja. Beste date ever, riep hij nog. Wat hartstikke goed met jullie, jongens. Allebei weer punten erbij. Zo makkelijk is het dus, heren in de zaal. Gewoon ja. Met vriend op pad. Hartstikke lekker. Meer zien? Ga naar kijk.nl. Kijk opent je ogen.